het verzonnen is. Heel veel is ook verzonnen. Ik heb me ingelezen, maar ja, ik heb ook een beetje hulp gehad. Een beetje hulp van een jongen die we allemaal wel kennen, Duncan Lawrence. Hij heeft mijn teksten geschreven. Duncan? Ja, Duncan Lawrence, die staat daar, dames en heren. Duncan is hier. Een applausje. Onze Songfestivalwinnaar. En vriend van NAP, absoluut. En hij heeft heel veel geschreven waar ik niks aan heb. Dankjewel. Maar er is één ding over de volgende artiest en daarvan zei ik, dat moet ik echt letterlijk voorlezen. Dat is namelijk Joël de Tombe. En de Tombe. Nou, je hebt één fan, Joël. Eén fan alvast, ja, kan je zien. Mag een applaus voor Joël? Ja, ik had dus een heel... Je mag dat niet... Ik denk dat je niet mag pakken, ja. Ik had dus een heel verhaal over jou voorbereid, maar Duncan kwam naar me toe. Hij zegt, hallo, ik heb je bio's geschreven. Dus ik hou me daar een beetje aan. En bij jou staat... Ik kom nog uit de tijd dat er geen draaiende stoelen waren. Ik kijk hem even aan. Maar, ik kijk, acteur, zanger en hottie. Dat staat er serieus. Acteur, zanger en hottie. And this man got it all. En dat is ook wel, ja, dat is ook. Ik voel me vereerd. Ik voel, ja, absoluut. En wij voelen ons vereerd dat jij hier bent. Want Joël, ik zeg altijd, elke keer als ik jouw naam zie verschijnen, maakt niet uit waar ik kom en dan denk ik, ja, dat wordt een feestje. Dat wordt een feestje. Dat gaan we wel proberen. We gaan het nu nog even rustig aan doen. We gaan het nu nog, want dit is de eerste set en de tweede set kunnen we allemaal dansen. Jullie mogen nu alvast dansen, maar de eerste set is heel relaxed. Maar even heel kort over jou. Je bent natuurlijk ook acteur. Ja. Dat is, ik heb het natuurlijk in mijn hoofd. Nee, en nu zo tegenover je staan, ben ik het heel goed. Wat Flikker Maastricht, twee zinnen gedaan. Maastricht. Een Nieuwe Tijd is de laatste serie die ik gedraaid heb. Ja. En veel theater gedaan, een musical. Ja. En nu speel ik in een band, The Recipe heet dat, te boeken op al je feesten en partijen, mochten er nog mensen geïnteresseerd zijn. Ja. En het is wel leuk om te vertellen, ik ben met Jalka van Houten, de zus van. Komt er een sieradenlijn uit in april, dat heet ook een L Jewelry, kan je op Instagram volgen. We gaan er de Bijenkorf liggen, dat wordt allemaal heel leuk, dus go check it out. Maar nu gaan we even zingen, genoeg zelfpromotie. Ja, Joël de Tombe, dames en heren, applaus! Ik heb nog één vraag. Uh-oh. Nou, hebben jullie al een naam? Nee. Mooi. Oh ja, en ik word vader. Hij wordt vader! En hier zit de gelukkige moeder. Ja, sorry. Slowly, let it out, let it in.
terrifying, oh so truly dying, clarifying the night where we began. A little wash over me, I'm ready to lose my feet. I take it all in, I wake up and refuse life's mystery. Steady on down the line, take it all and I'll wake up, that's one part of me. Day to day, I'll bite the sea to find how far everybody to go. And everybody got, and everybody got the way. We just catch it and release it, move itself throughout the day. And it gets it through.